Want to speak real Dutch from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at DutchPod101.com. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number one, take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign-up page to create an account. It takes less than 30 seconds, and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number two, slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen, and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue, the translations, and in-depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear. You can also read along with the dialogue study tool, which gives you the line-by-line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number four, listen to the line-by-line breakdown with the very same dialogue study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number five, listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number six, download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then, play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number seven, play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow, sit back, and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number eight, get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number nine, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number 10, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons, from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hi, everyone. Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over four levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go. Level one, absolute beginner. Een vrouw en een man kijken naar een foto.
Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste. Ja, hij is nog langer dan ik. Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En 's avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Een man belt naar de praktijk van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om 6 uur, maar kom alstublieft om 5:30. Oké, dank u wel. Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren pizza, dus... Oké, en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja, die dan maar. Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje, alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft. Level 2, beginner. Een man en een vrouw praten over het ontwerp van de visitekaartjes van het bedrijf. Welk ontwerp hebben ze gekozen? We hebben een paar nieuwe ontwerpen voor de visitekaartjes. Welke vind jij dat het beste is? Even kijken. Ik denk dat de bedrijfsnaam wat groter moet. Oké, dan moet het één van deze worden. Ja, ik vind deze juist leuk omdat de bedrijfsnaam groot gedrukt is en bovenaan staat. Eén van deze heeft wat ruimte voor een foto. Wat denk je? Ik vind dat de tekst dan iets te klein overkomt. Ja, de tekst kan met die foto wat moeilijk leesbaar zijn. Oké, laten we dan maar die andere kiezen. U luistert naar het weersbericht. Wat is de weersvoorspelling? We hebben de hele ochtend zon. Alleen in de middag wordt het bewolkt en gaat het 's avonds regenen. De regen houdt de hele nacht aan tot vroeg in de ochtend, wanneer de zon weer tevoorschijn komt. Een man is aan het telefoneren met zijn vrouw. Wat gaat hij kopen? Hoi, ik ben nu op weg naar huis. Kun je onderweg naar huis even iets kopen? Natuurlijk. Wat wil je dat ik haal? We hebben wat melk en brood nodig voor het ontbijt morgen. Melk en brood. Begrepen. Hoeveel pakken melk? 1 is geloof ik wel genoeg. Oké. Nog iets anders? Wacht even. Laat me even nakijken of we boter hebben. Oké, we hebben nog. Oké. Is er ook nog bier? Ja. We hebben hier nog een flesje. Oké, dus die hoeven we nu nog niet te kopen. Ja,
Ik denk dat het zo goed is. Dank je wel. Een man en een vrouw bespreken op het kantoor printers. Waar is de oude printer? Waar zullen we de nieuwe printer neerzetten? Ik denk dat we het beste op de plek kunnen zetten waar nu de printer staat. Maar de oude werkt nog steeds. Die blijven we gebruiken. Oké, dus we kunnen de nieuwe daar niet neerzetten. Dat is jammer. Het zou mooi wezen als we de nieuwe op de boekenplank naast de deur kunnen zetten. Maar daar is alleen maar plaats voor één printer. Oké, dan denk ik dat we hem aan de andere kant van de kamer moeten neerzetten. Precies. Wat dacht je van naast het raam? Oké, dat klinkt goed. Een man is bij een juwelier op zoek naar een verjaardagscadeau voor zijn vrouw. Welke ketting gaat hij kopen? Mag ik u helpen? Ik zoek een verjaardagscadeau voor mijn vrouw. Wat kunt u mij aanraden? Wat vindt u van deze ketting? Het ziet er een beetje lang uit. Of misschien deze hier? We hebben er eentje met een bloem en een andere met een hartje. Ik zoek naar iets stijlvollers. Hoeveel kost die parelketting daar? Het is 5000 euro. Dat is veel te duur. Oké, dan neem ik de eerste. Komt in orde, alstublieft. Level 3, Intermediate. Een vrouw is een jurk aan het passen en praat met de winkelbediende. Welke jurk gaat ze kopen? Hij staat u prachtig en past u precies. Ja, hij past. Maar ik draag normaal effe kleuren. Ik voel me niet zo prettig met dit patroon. Nou, ik vind dat u er prachtig uitziet. Ja? Toch heb ik wel wat moed nodig om dit te dragen. En wat vindt u van deze jurk dan? Het patroon is wat meer ingetogen, dus het voelt niet echt als opvallend. U heeft gelijk. Laat ik die eens passen. Gaat uw gang. Wat vindt u ervan, mevrouw? Deze bevalt me meer dan die vorige. Heeft u van deze een model met lange mouwen? Ja, die hebben we. Dank u. Dan neem ik die. Een student en studenten zijn aan het kijken naar vacatures. Naar welke baan gaat de studenten solliciteren? Hey, wat vind je van deze baan? Het uurloon is erg hoog. Natuurlijk. Het salaris ziet er erg goed uit. Maar kun je wel echt kranten lopen? Uiteraard. Ik ben erg goed in fietsen. Ik maak me alleen zorgen om het vroeger opstaan. En deze? Het salaris is niet zo hoog, maar je kunt 2 of 3 dagen per week werken en 's avonds beginnen. Oh, deze? Een supermarktcassière, hè? Het zou in ieder geval goed zijn om na schooltijd te werken. Deze voor bij een koffietent is misschien ook best goed. Oh ja, dat vind ik een leuke tent. En het is op weg naar school. Niet slecht, hè? Op welke zal ik reageren? Tussen welke 2 gaat het? De koffietent en de krantenwijk? Ja, het salaris van de krantenwijk is erg goed. Oké, ik ben eruit. Ik moet gewoon zorgen dat ik vroeg opsta. Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo, kan ik u helpen? Hallo, ik heb een afspraak om 3 uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Welkom mevrouw Van Houten. Komt u deze kant op. Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké. Wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? Die wil ik graag behouden. Rechtaan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links.
Begrepen. We beginnen met champoneren, dus komt u alstublieft deze kant op. Een man is een kamer aan het reserveren in een hotel. Welke kamer verblijft hij? Seaside Hotel. Waarmee kan ik u helpen? Hallo. Ik wil graag op 22 september komen overnachten. Maar natuurlijk, op 22 september. Hoeveel personen? 2. Wilt u een roken of niet roken kamer, meneer? Niet roken. De enige niet roken kamer voor die dag is een kamer met uitzicht op de bergen. Eigenlijk hoopte ik op een kamer met uitzicht op de zee. Het spijt me, maar de enige kamer met uitzicht op de zee is een rokenkamer. Oké. Is er een niet-rokenkamer met uitzicht op de zee beschikbaar op 23 september? Ja, die is er. Oké, dan verblijven we op 23 september. Een echtgenoot en zijn vrouw kijken naar wat plattegronden. Welk appartement gaan ze bekijken? Wat vind je van deze? Hij heeft een mooie grote woonkamer. Ik wil graag een grote woonkamer, maar ik wil een parkeerplaats. Eens kijken. Wat vind je van deze? Ja, die is leuk. Zullen we deze gaan bekijken? Wacht even. Is de kast niet een beetje te klein? Goed punt. Er is er geen eentje die perfect is. Wacht. En deze? Het heeft alles wat we nodig hebben, toch? En de kast is vrij groot ook. Laten we deze gaan bekijken. Oké. Level 4. Advanced. Een man en een vrouw bespreken de voorbereidingen voor een presentatie die ze morgen houden op hun kantoor. Wat gaat de vrouw controleren nadat het gesprek is beëindigd? Oké. Ik denk dat we bijna klaar zijn voor de presentatie morgen. Nog een paar dingen. De meeting begint precies om 9 uur. Dus zou je vandaag de vergaderkamer extra goed kunnen controleren? Yep. Ik heb de kamer al gecontroleerd. Oké, mooi. Heb je ervoor gezorgd dat de projector goed werkt? Oh, ik was van plan om de projector morgenochtend, als ik mijn laptop heb, te controleren. Nee, we moeten dat echt vandaag controleren. Als er een probleem is, hebben we morgenochtend geen tijd om dat te corrigeren. Zorg er dus voor dat je die projector vandaag controleert. Dat is het meest belangrijke, oké? Komt in orde. En, heb je nog kopies weten te maken van de stencils? Mevrouw Bakker is ze nu aan het maken. Eens kijken. Wat nog meer? Oh, heb je de whiteboard gecontroleerd? Ja, heb ik gedaan. Soms hebben die pennen niet genoeg inkt erin zitten. Had je de mogelijkheid om daarnaar te kijken? Nog niet, maar daar ga ik straks zeker naar kijken. Ja, zorg alsjeblieft dat je daar vandaag naar kijkt. Een vrouw is aan de telefoon om kaarten te bestellen voor een toneelstuk. Welke 2 plaatsen heeft ze gereserveerd? Hallo, dit is Schouwburg Carré. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik zou graag 2 kaartjes willen voor King Lear. Om 17:30 vanavond. Zijn er nog plaatsen beschikbaar? We hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar, maar ik moet u helaas meedelen dat deze niet naast elkaar zijn. Als u het niet erg vindt, kunnen we u gescheiden plaatsen aanbieden. Oké, dat geeft niet. Heeft u nog een persoonlijke voorkeur? Heeft u een stoel aan het gangpad? Ja, we hebben een stoel aan het gangpad beschikbaar. Links van de middensectie. En aan de rechterkant, 3 stoelen verder, hebben we nog een vrije plaats. Aan de zijkant? Oké, dan reserveer ik graag die stoel aan het gangpad. Maar natuurlijk. En die andere? Heeft u nog plaatsen beschikbaar in het midden? De enige plaatsen beschikbaar in het midden zijn die van de 1e tot de 3e rij. Ik zit er niet op te wachten om onder gespuugd te worden door acteurs, dus... Deze zaal is relatief klein. En ik ben van mening dat u van dit toneelstuk ook kunt genieten vanaf de 8e rij aan de zijkant. Is dat zo? Dan neem ik die ene aan de linkerkant, waar u het eerder over had.
Een vrouw praat met een man die werkt voor een drukkerij die werk uitbesteedt over een brochure voor een nieuw product. Wanneer is de deadline voor het eerste ontwerp van de brochure? We hebben besloten om het nieuwe product op 15 oktober op de markt te brengen en we bieden u de mogelijkheid tot een contract voor wat betreft het maken van de brochure. Ontzettend bedankt. We zijn erg enthousiast dat we mogen meewerken aan dit nieuwe project. Zou u ons iets meer over het schema kunnen vertellen? Wanneer moet alles klaar zijn? Aangezien het tijd nodig is voor het drukken, zouden we graag met het drukkenproces beginnen tegen het eind van september. Zou het dan mogelijk zijn dat jullie ons het eerste ontwerp in het midden van augustus kunnen presenteren? We willen u 3 optionele ontwerpen presenteren en dan zult u moeten beslissen welk ontwerp het beste past bij het concept. Daarna maken we het eindontwerp, gebaseerd op uw keuze. Het zou dan erg hulpvol zijn als u ons 2 weken extra geeft om de voorbereidingen te treffen voor deze fase. Oké. Misschien dat 1 maand inderdaad genoeg is om een keuze te maken voor wat betreft de verschillende designs die jullie hebben gemaakt en daarna te beslissen over het uiteindelijke ontwerp. In orde, we rekenen op u. U bent in goede handen. Onze ontwerpafdeling is de beste. Ontzettend bedankt. Een man wil lid worden van een sportvereniging en vraagt om informatie naar de voorwaarden. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Laat ik beginnen met het uitleggen van de diverse lidmaatschappen zoals beschreven in de brochure. Vaste leden mogen gebruik maken van de fitnessruimte en het zwembad op elk tijdstip en elke dag van de week. Maar we hebben ook een ochtendlidmaatschap voor mensen die alleen in ochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten. En een avondlidmaatschap voor mensen die alleen 's avonds kunnen komen. Wat zijn de tijden voor de leden met een ochtendlidmaatschap? Leden met een ochtendlidmaatschap kunnen van 6 uur tot 10 uur 's ochtends van de faciliteiten gebruik maken. En leden met een avondlidmaatschap van 6 uur tot 11 uur 's avonds. Oké. Dus leden met een ochtendlidmaatschap kunnen onderweg naar werk langskomen en van de faciliteiten gebruik maken. Precies. Het ochtendlidmaatschap is populair bij mensen die van 9 tot 5 werken. En we kunnen ook een lidmaatschap aanbieden voor mensen die alleen gebruik willen maken van de fitnessruimte of het zwembad. Ik wil zowel van het zwembad als van de fitnessruimte gebruik maken. Ik denk dat ik door de week in de ochtend op weg naar werk de fitnessruimte gebruik en het zwembad in het weekend. Heeft u een lidmaatschap dat geldig is voor de doordeweekse ochtenden en de gehele dag in het weekend? Het spijt me, maar zo'n lidmaatschap kan ik u niet aanbieden. Oké. Ik denk niet dat ik in het weekend zo vroeg kan opstaan, dus ik kies voor dit lidmaatschap. Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke 2 grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad. De linker grafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen 3 jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechter grafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linker grafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen 3 jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechter grafiek. De rechter grafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het, maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkopen kunnen verhogen. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Naar welke foto kijken zij? Een vrouw en een man kijken naar een foto. Naar welke foto kijken zij? Dit is toch een foto van een voetbalteam van je zoon? Welke is uw zoon? Deze. Oh, hij is de langste.
Ja, hij is nog langer dan ik. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Een jongen leest zijn dagboek. Wat was het eerste wat de jongen vandaag deed? Het weer was prachtig vandaag. Ik ben vanmiddag wezen zwemmen in het zwembad. En 's avonds ben ik naar de film geweest. Ik heb de hele ochtend gestudeerd. Vandaag viel heus wel mee. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Een man belt naar de praktijk van een dokter. Hoe laat moet hij bij de praktijk van de dokter zijn? Hallo, wat kan ik voor u doen? Hoe laat sluit u vandaag? Wij sluiten om 6:00, maar kom alstublieft om 5:30. Oké, dank u wel. Wat gaat de man bestellen? Een man en een vrouw kijken naar een menu in een restaurant. Wat gaat de man bestellen? Wat ga je bestellen? Die pizza ziet er lekker uit. Ik denk dat ik die kies. Ik had gisteren pizza, dus... Oké, en hoe denk je over een hamburger? Klinkt goed. Ja. Die dan maar. Welk boek wilt de vrouw zien? Een vrouw vraagt een winkelbediende iets in een boekenwinkel. Welk boek wilt de vrouw zien? Ik wil graag een boek van die plank bekijken. Welk boek wilt u? Die ene over auto's. Momentje, alstublieft. Deze? Ja, die. Alstublieft. Level 2. Beginner. Answer. Welk ontwerp hebben ze gekozen? Een man en een vrouw praten over het ontwerp van de visitekaartjes van het bedrijf. Welk ontwerp hebben ze gekozen? We hebben een paar nieuwe ontwerpen voor de visitekaartjes. Welke vind jij dat het beste is? Even kijken. Ik denk dat de bedrijfsnaam wat groter moet. Oké, dan moet het één van deze worden. Ja. Ik vind deze juist leuk omdat de bedrijfsnaam groot gedrukt is en bovenaan staat. Eén van deze heeft wat ruimte voor een foto. Wat denk je? Ik vind dat de tekst dan iets te klein overkomt. Ja, de tekst kan met die foto wat moeilijk leesbaar zijn. Oké, laten we dan maar die andere kiezen. Wat is de weersvoorspelling? U luistert naar het weersbericht. Wat is de weersvoorspelling? We hebben de hele ochtend zon. Alleen in de middag wordt het bewolkt en gaat het 's avonds regenen. De regen houdt de hele nacht aan tot vroeg in de ochtend, wanneer de zon weer tevoorschijn komt. Wat gaat hij kopen? Een man is aan het telefoneren met zijn vrouw. Wat gaat hij kopen? Hoi, ik ben nu op weg naar huis. Kun je onderweg naar huis even iets kopen? Natuurlijk. Wat wil je dat ik haal? We hebben wat melk en brood nodig voor het ontbijt morgen. Melk en brood. Begrepen. Hoeveel pakken melk? 1 is geloof ik wel genoeg. Oké,
Nog iets anders? Wacht even. Laat me even nakijken of we boter hebben. Oké, we hebben nog. Oké. Is er ook nog bier? Ja, we hebben hier nog een flesje. Oké. Dus die hoeven we nu nog niet te kopen. Ja, ik denk dat het zo goed is. Dank je wel. Waar is de oude printer? Een man en een vrouw bespreken op het kantoor printers. Waar is de oude printer? Waar zullen we de nieuwe printer neerzetten? Ik denk dat we het beste op de plek kunnen zetten waar nu de printer staat. Maar de oude werkt nog steeds. Die blijven we gebruiken. Oké, dus we kunnen de nieuwe daar niet neerzetten. Dat is jammer. Het zou mooi wezen als we de nieuwe op de boekenplank naast de deur kunnen zetten. Maar daar is alleen maar plaats voor één printer. Oké, dan denk ik dat we hem aan de andere kant van de kamer moeten neerzetten. Precies. Wat dacht je van naast het raam? Oké, dat klinkt goed. Welke ketting gaat hij kopen? Een man is bij een juwelier op zoek naar een verjaardagscadeau voor zijn vrouw. Welke ketting gaat hij kopen? Mag ik u helpen? Ik zoek een verjaardagscadeau voor mijn vrouw. Wat kunt u mij aanraden? Wat vindt u van deze ketting? Het ziet er een beetje lang uit. Of misschien deze hier? We hebben er eentje met een bloem en een andere met een hartje. Ik zoek naar iets stijlvollers. Hoeveel kost die parelketting daar? Het is 5000 euro. Dat is veel te duur. Oké, dan neem ik de eerste. Komt in orde, alstublieft. Level 3. Intermediate. Answer. Welke jurk gaat ze kopen? Een vrouw is een jurk aan het passen en praat met de winkelbediende. Welke jurk gaat ze kopen? Hij staat u prachtig. En past u precies? Ja, hij past. Maar ik draag normaal effen kleuren. Ik voel me niet zo prettig met dit patroon. Nou, ik vind dat u er prachtig uitziet. Ja? Toch heb ik wel wat moed nodig om dit te dragen. En wat vindt u van deze jurk dan? Het patroon is wat meer ingetogen, dus het voelt niet echt als opvallend. U heeft gelijk. Laat ik die eens passen. Gaat uw gang. Wat vindt u ervan, mevrouw? Deze bevalt me meer dan die vorige. Heeft u van deze een model met lange mouwen? Ja, die hebben we. Dank u. Dan neem ik die. Naar welke baan gaat de student solliciteren? Een student en studenten zijn aan het kijken naar vacatures. Naar welke baan gaat de student solliciteren? Hey, wat vind je van deze baan? Het uurloon is erg hoog. Natuurlijk. Het salaris ziet er erg goed uit. Maar kun je wel echt kranten lopen? Uiteraard. Ik ben erg goed in fietsen. Ik maak me alleen zorgen om het vroeger opstaan. En deze? Het salaris is niet zo hoog, maar je kunt 2 of 3 dagen per week werken en 's avonds beginnen. Oh, deze? Een supermarktcassière, hè? Het zou in ieder geval goed zijn om na schooltijd te werken. Deze voorbij een koffietent is misschien ook best goed. Oh ja, dat vind ik een leuke tent. En het is op weg naar school. Niet slecht, hè? Op welke zal ik reageren? Tussen welke twee gaat het? De koffietent en de krantenwijk? Ja, het salaris van de krantenwijk is erg goed. Oké, ik ben eruit. Ik moet gewoon zorgen dat ik vroeg opsta. Wat voor een kapsel zou ze graag willen?
Een vrouw is in gesprek met de kapster. Wat voor een kapsel zou ze graag willen? Hallo, kan ik u helpen? Hallo, ik heb een afspraak om 3 uur onder de naam Van Houten. Ah, oké. Welkom mevrouw Van Houten. Komt u deze kant op. Wat kan ik voor u doen vandaag? Ik zou graag een iets ander kapsel willen hebben. Oké. Wat voor een lengte zou u graag willen hebben? Ongeveer tot op de schouders. In orde. En uw pony? Die wil ik graag behouden. Rechtaan of schuin naar de zijkant? Een beetje schuin naar de zijkant. Welke kant? Misschien een beetje vanuit het midden naar links. Begrepen. We beginnen met champoneren, dus komt u alstublieft deze kant op. Welke kamer verblijft hij? Een man is een kamer aan het reserveren in een hotel. Welke kamer verblijft hij? Seaside Hotel. Waarmee kan ik u helpen? Hallo. Ik wil graag op 22 september komen overnachten. Maar natuurlijk, op 22 september. Hoeveel personen? 2. Wilt u een roken of niet roken kamer, meneer? Niet roken. De enige niet roken kamer voor die dag is een kamer met uitzicht op de bergen. Eigenlijk hoopte ik op een kamer met uitzicht op de zee. Het spijt me, maar de enige kamer met uitzicht op de zee is een rokenkamer. Oké. Is er een niet-rokenkamer met uitzicht op de zee beschikbaar op 23 september? Ja, die is er. Oké, dan verblijven we op 23 september. Welk appartement gaan ze bekijken? Een echtgenoot en zijn vrouw kijken naar wat platte gronden. Welk appartement gaan ze bekijken? Wat vind je van deze? Hij heeft een mooie grote woonkamer. Ik wil graag een grote woonkamer, maar ik wil een parkeerplaats. Eens kijken. Wat vind je van deze? Ja, die is leuk. Zullen we deze gaan bekijken? Wacht even. Is de kast niet een beetje te klein? Goed punt. Er is er geen eentje die perfect is. Wacht. En deze? Het heeft alles wat we nodig hebben, toch? En de kast is vrij groot ook. Laten we deze gaan bekijken. Oké. Level 4. Advanced. Answer. Wat gaat de vrouw controleren nadat het gesprek is beëindigd? Een man en een vrouw bespreken de voorbereidingen voor een presentatie die ze morgen houden op hun kantoor. Wat gaat de vrouw controleren nadat het gesprek is beëindigd? Oké, ik denk dat we bijna klaar zijn voor de presentatie morgen. Nog een paar dingen. De meeting begint precies om 9 uur, dus zou je vandaag de vergaderkamer extra goed kunnen controleren? Yep, ik heb de kamer al gecontroleerd. Oké, mooi. Heb je ervoor gezorgd dat de projector goed werkt? Oh, ik was van plan om de projector morgenochtend, als ik mijn laptop heb, te controleren. Nee, we moeten dat echt vandaag controleren. Als er een probleem is, hebben we morgenochtend geen tijd om dat te corrigeren. Zorg er dus voor dat je die projector vandaag controleert. Dat is het meest belangrijke, oké? Komt in orde. En, heb je nog kopies weten te maken van de stencils? Mevrouw Bakker is ze nu aan het maken. Eens kijken. Wat nog meer? Oh, heb je de whiteboard gecontroleerd? Ja, heb ik gedaan. Soms hebben die pennen niet genoeg inkt erin zitten. Had je de mogelijkheid om daarnaar te kijken? Nog niet, maar daar ga ik straks zeker naar kijken. Ja, zorg alsjeblieft dat je daar vandaag naar kijkt. Welke 2 plaatsen heeft ze gereserveerd? Een vrouw is aan de telefoon om kaarten te bestellen voor een toneelstuk. Welke 2 plaatsen heeft ze gereserveerd? Hallo, dit is Schouwburg Carré. Waarmee kan ik u van dienst zijn?
Ik zou graag 2 kaartjes willen voor King Lear, om 17:30 vanavond. Zijn er nog plaatsen beschikbaar? We hebben nog een aantal plaatsen beschikbaar, maar ik moet u helaas meedelen dat deze niet naast elkaar zijn. Als u het niet erg vindt, kunnen we u gescheiden plaatsen aanbieden. Oké, dat geeft niet. Heeft u nog een persoonlijke voorkeur? Heeft u een stoel aan het gangpad? Ja, we hebben een stoel aan het gangpad beschikbaar. Links van de middensectie. En aan de rechterkant, 3 stoelen verder, hebben we nog een vrije plaats. Aan de zijkant? Oké, dan reserveer ik graag die stoel aan het gangpad. Maar natuurlijk. En die andere? Heeft u nog plaatsen beschikbaar in het midden? De enige plaatsen beschikbaar in het midden zijn die van de eerste tot de derde rij. Ik zit daar niet op te wachten om ondergespuugd te worden door acteurs, dus... Deze zaal is relatief klein en ik ben van mening dat u van dit toneelstuk ook kunt genieten vanaf de achterste rij aan de zijkant. Is dat zo? Dan neem ik die ene aan de linkerkant, waar u het eerder over had. Wanneer is de deadline voor het eerste ontwerp van de brochure? Een vrouw praat met een man die werkt voor een drukkerij die werk uitbesteedt over een brochure voor een nieuw product. Wanneer is de deadline voor het eerste ontwerp van de brochure? We hebben besloten om het nieuwe product op 15 oktober op de markt te brengen en we bieden u de mogelijkheid tot een contract voor wat betreft het maken van de brochure. Ontzettend bedankt. We zijn erg enthousiast dat we mogen meewerken aan dit nieuwe project. Zou u ons iets meer over het schema kunnen vertellen? Wanneer moet alles klaar zijn? Aangezien het tijd nodig is voor het drukken, zouden we graag met het drukkenproces beginnen tegen het eind van september. Zou het dan mogelijk zijn dat jullie ons het eerste ontwerp in het midden van augustus kunnen presenteren? We willen u 3 optionele ontwerpen presenteren en dan zult u moeten beslissen welk ontwerp het beste past bij het concept. Daarna maken we het eindontwerp, gebaseerd op uw keuze. Het zou dan erg hulpvol zijn als u ons 2 weken extra geeft om de voorbereidingen te treffen voor deze fase. Oké. Misschien dat 1 maand inderdaad genoeg is om een keuze te maken voor wat betreft de verschillende designs die jullie hebben gemaakt en daarna te beslissen over het uiteindelijke ontwerp. In orde, we rekenen op u. U bent in goede handen. Onze ontwerpafdeling is de beste. Ontzettend bedankt. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Een man wil lid worden van een sportvereniging en vraagt om informatie naar de voorwaarden. Wat voor een soort lidmaatschap kiest hij? Laat ik beginnen met het uitleggen van de diverse lidmaatschappen zoals beschreven in de brochure. Vaste leden mogen gebruik maken van de fitnessruimte en het zwembad op elk tijdstip en elke dag van de week. Maar we hebben ook een ochtendlidmaatschap voor mensen die alleen in ochtend gebruik kunnen maken van de faciliteiten. En een avondlidmaatschap voor mensen die alleen 's avonds kunnen komen. Wat zijn de tijden voor de leden met een ochtendlidmaatschap? Leden met een ochtendlidmaatschap kunnen van 6 uur tot 10 uur 's ochtends van de faciliteiten gebruik maken. En leden met een avondlidmaatschap van 6 uur tot 11 uur 's avonds. Oké. Dus leden met een ochtendlidmaatschap kunnen onderweg naar werk langskomen en van de faciliteiten gebruik maken. Precies. Het ochtendlidmaatschap is populair bij mensen die van 9 tot 5 werken. En we kunnen ook een lidmaatschap aanbieden voor mensen die alleen gebruik willen maken van de fitnessruimte of het zwembad. Ik wil zowel van het zwembad als van de fitnessruimte gebruik maken. Ik denk dat ik door de week in de ochtend op weg naar werk de fitnessruimte gebruik en het zwembad in het weekend. Heeft u een lidmaatschap dat geldig is voor de doordeweekse ochtenden en de gehele dag in het weekend? Het spijt me, maar zo'n lidmaatschap kan ik u niet aanbieden. Oké. Ik denk niet dat ik in het weekend zo vroeg kan opstaan, dus ik kies voor dit lidmaatschap. Welke 2 grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Na een meeting rapporteert een man de verkoopcijfers van het bedrijf. Welke 2 grafieken gebruikt hij voor de presentatie? Kijkt u alstublieft naar het blad.
De linkergrafiek laat onze verkoopcijfers van de afgelopen 3 jaar zien en omzetprognose voor het komende jaar. De rechtergrafiek laat de maandelijkse verkoopcijfers zien tot aan oktober van dit jaar. Kijkt u nu alstublieft naar de linkergrafiek. Het laat zien dat de omzet over de afgelopen 3 jaar gestaag groeit. En als onze omzet blijft groeien, de totale omzet hoger is dan die van vorig jaar. En kijkt u nu eens naar de rechtergrafiek. De rechtergrafiek laat zien dat de campagne die we in april en augustus voerden redelijk effectief was. Ik zie het, maar de omzet daalde na de campagne in mei en september. Ja, maar deze terugslag is onvermijdelijk. Ik verwacht dat de jaarlijkse omzet dit jaar een stijging zal laten zien als we onze verkopen kunnen verhogen. How is your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at 3 practical ways to improve your listening skills. Number 1, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number 2, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number 3, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently.
These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. All cultures have a form of music. Music is one of the most basic tools we can use to learn a language. Parents use music and songs to teach their young children simple words. Music can help us focus, help us remember better, and thus help us as we acquire a language. Music can aid our coordination and physical development, too. So, how do we use music to support our language learning now, as grown people? In this video, we'll look at four ways to use music to study a language. Imitating structures and rhythms is important when learning a language, and the same is true for music. When children play with other children, they listen to songs, move their bodies as they play games, and try to imitate what they see and hear. This practice of regular imitation aids children as they gain their language skills. Repeating song lyrics like those from nursery rhymes helps kids retain words and expressions. Children may not know the meanings of all the words in the songs they sing, but they remember the songs, the vocabulary, and the rhythms. Children practice making sounds by mimicking the pronunciation of words. This can be the first step to the child understanding the meaning and use of a word. You might not realize it, but you probably still remember many of the songs and rhymes you learned when you were a child. We're able to remember expressions, words, and ideas effectively when they're put to music. This is also the reason you can memorize the lyrics of songs you like rather easily. Patterns like those in many popular songs are repetitive. We review the rhythms and the words each time we listen. Everybody's different, so if you want to use music to support your language learning, we're here to provide four different ways. Number one, passive listening. One way to study with music is through passive listening. You can do this with songs you have in your target language on your computer, a CD, your favorite streaming site. You can use this method as long as you have access to music in the language you want to study. Turn the music on and let it play in the background while you do something else, like studying, cooking dinner, or cleaning the house. Do this regularly and let your mind get used to the idea of hearing your target language in your environment. This kind of familiarity with the language will help you as you work towards fluency. Passive listening is one form of language immersion. As you listen to the background music over and over and get more comfortable with it, you'll start to notice keywords, intonation, grammar patterns, and so on. With enough practice and with enough different music to listen to, you might even start to recognize certain sounds and words when you hear them somewhere else. Number two, memorization. You can use music to help build your vocabulary and memorize words effectively. This method focuses on studying lyrics and songs to improve your ability to recall the words. Look up the lyrics to a song you're listening to and review them line by line. You can read the lyrics as you listen to the song or try to remember the next line in the song before it is sung. Memorization practice like this enhances your listening skills and boosts your reading skills. Number three, sing along. Our first tip in this lesson was to listen passively. This tip, however, is to listen actively by singing along to your music. Look up the lyrics of a song you like. Play the song and try to sing along. You may also be able to find videos on YouTube of popular songs with the lyrics included. If it's difficult at first, don't worry. Remember, regular review and practice is essential. Just as we usually need to hear a song in our native language a few times before we remember the words, you can expect to need to listen several times over a few days before you feel comfortable with all the words. Through practicing this way, you'll learn grammar, spelling, and pronunciation. You'll also get to enjoy a song you like. Moreover, this type of exercise will help you work on your reading and listening skills. A good way to check your progress is by trying to sing the song by yourself. You can sing with no music, or you can try looking for a karaoke version of the song you like. If you can sing all the words, great. If not, you can go back to the lyrics and study a bit more until you master the track. Number four, transcription. To do this exercise, listen to the song. As it plays, write down or transcribe the lyrics. You can start and stop the song at the end of each line to slow things down a bit.
If you begin your studies with this method, you might catch only a few words, but don't get frustrated. Play the song and write down everything you can hear. Then play the song again and write down the words that you missed the first time you listened. With practice like this, your listening skills will improve, and so will your spelling. These are just a few ways that you can use music to study another language. Be patient and don't forget to enjoy the music you're listening to as you study. If you want to start simple, try listening to children's songs in your target language. The song lyrics tend to be repeated a lot, and this can help you identify key words quickly. Learning a language through music is fun. It can help you focus your attention and improve your memory. This can be a great part of your self-study plan. If you want to get more tips on learning language, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.